Soms heb je voor een opdracht in All You Can Learn een interactieve PDF nodig. Deze kun je dan vinden via de opdracht. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Dat wordt in deze video uitgelegd. Een interactieve PDF is een bestand wat je digitaal opent, gebruikt en opslaat. Je hoeft zelf niet na te denken over de opmaak van je bestand, want met slechts een paar klikken heb je de opdracht afgerond. De interactieve PDF's via All You Can Learn hebben verschillende functies. Je kunt gemakkelijk een beoordeling invullen bijvoorbeeld, of een standaardformat aanvullen met persoonlijke informatie. Laten we eens kijken hoe het werkt. Je downloadt het bestand via de opdracht. Deze opent automatisch in een nieuw tabblad. Wanneer de PDF is geopend, kun je hier automatisch in werken. Let er wel op of dit ook automatisch wordt opgeslagen. Dit verschilt per internetbrowser. Het is daarom verstandig om het bestand eerst te downloaden op je laptop of computer. En daarna pas te starten. Het invullen is vrij simpel. Klik op het antwoordvakje en begin met typen. Het kan ook zo zijn dat je alleen maar iets hoeft aan te vinken. Klik dan op het vakje en de rest gaat vanzelf. In sommige bestanden worden al deze functies gecombineerd. Heb je alles ingevuld? Sla dan de PDF op. Je kunt dit bestand uploaden op All You Can Learn en de opdracht is afgerond.